Namens de gemeente heet ik u allemaal van harte welkom op deze nieuwjaarsreceptie en bid ik u mijn oprechte wensen aan voor 2010. Met deze woorden opende secretaris Jan van Langenhoven onder het goedkeurend oog van het voltallig Schepencollege de nieuwjaarsreceptie van Groot Zwevegem. Ook eerste schepen Elian Spinsemaaien en burgemeester Claude van Welden spraken de talrijke aanwezigen toe. Na het officiële gedeelte konden de genodigden genieten van een hapje en een drankje aangeboden door het gemeentebestuur. Wat zijn de uitdagingen en de verwachtingen in Zwevegem voor het komende jaar? De uitdagingen voor het volgende jaar zijn denk ik tweeërlei. Dat is één, de kleine dagelijkse dingen voor de mensen goed verzorgen. Dat valt mij op nu in de winterperiode, dat er veel kleine problemen zijn bij de mensen. En dat je dat eigenlijk, als je dat goed opvolgt, dat je daar een goede respons krijgt van je bevolking. Dat is één. En twee, wat dan de grote projecten betreft, denk ik zijn wij in een uitvoeringsfase gekomen van ons nieuw administratief centrum. En dat is voor mij de tweede uitdaging. Een van de grote dingen en een van de kleine dingen. Er zijn er nog zoveel andere, maar dat zijn twee dingen die onze bijzondere aandacht moeten hebben, denk ik. Ja, er staat inderdaad wel iets heel speciaals te gebeuren, want onze bibus zal beginnen rondrijden. We verwachten de levering van de bibus zo rond april en vanaf mei zal hij beginnen rondrijden. De bibus die gaat naar de deelgemeenten van Zwevegem en naar Zwevegem-Knokke. En hij biedt alle bibliotheekservices, dat zijn boeken, dat is ook internetverbindingen. Maar daarnaast zal je ook beroep kunnen doen op de gemeentelijke diensten, op de diensten van het OCMW en het Sociaal Huis. Dat is op zich al iets heel speciaals. En als schepen van onderwijs ben ik dan ook heel tevreden dat de bibus ook naar alle scholen gaat in die regio. En dat de kinderen zo van het eerste kleuter tot het zesde leerjaar op een heel aangename en prettige manier kennis kunnen maken met al hetgeen de BIEB biedt. Dat ze eigenlijk als het ware op avontuur kunnen gaan in de bus naar een boek dat ze graag zullen lezen of naar iets anders waar ze naar op zoek zijn. Ieder jaar is het ook uitkijken naar de Gouden Sporenviering. Er staat iets speciaal geprogrammeerd dan telkens. Wat mogen we dit jaar verwachten? Dit jaar is er eigenlijk ook iets heel speciaals, want Calypso bestaat 25 jaar. Calypso, dat is onze showband die eigenlijk heel bekend is in binnen- en buitenland. En om hun 25-jarig bestaan te vieren hebben zij wat internationale gezelschappen uitgenodigd om naar Zwevegem te komen. Dat is het eerste weekend van juli en ik zou iedereen uitnodigen om daar naartoe te komen. Het zal zeker de moeite waard zijn. Bij ons op de receptie ook OCMW-voorzitter Jozef Tienpont. 2010, we horen regelmatig praten over de vergrijzing van de bevolking. Dit resulteert ook in de rusthuisproblematiek. Hoe denkt men dat in Zwevegem aan te pakken? Ja, we zitten in Zwevegem met een heel serieus probleem. Voor het rusthuis Sint-Amandus in het centrum van Zwevegem zijn er momenteel 308 wachtenden op de wachtlijst. We hebben momenteel maar in het rusthuis Sint-Amand 86 bedden. En daarnaast 3 bedden kort verblijf. Gelukkig gaan we per 1 maart 2010 gaan we 11 bijkomende rusthuisbedden kunnen in gebruik nemen. Maar dat spreekt vanzelf dat we daarmee uiteindelijk de grote vergrijzingsproblematiek niet zal kunnen oplossen. Maar ondertussen zijn we ook al een paar jaar bezig met uiteindelijk de opmaak van een zorgstrategisch plan om waar nu momenteel nog de oude gebouwen staan van de vroegere materniteit en de bloemengang, van daar een hele totaal nieuwe vleugel te gaan zetten, zodanig dat we de capaciteit van het rusthuis in het centrum van Zwevegem kunnen opdrijven naar 130, hopelijk 140 bedden. Een groot probleem bij de gemeentemensen is die statuten, het derde arbeidscircuit, de gesubsidieerde contractuelen en wat nog allemaal meer. Hoe denkt u daarmee verder te kunnen? Inderdaad, van ons 230 mensen die bij ons werken aan de gemeente zitten heel veel mensen in een verschillend statuut. Dat gaat van statutairen, eigenlijk een 40% die statutair zijn, tot een groot stuk contractuelen en daar hebben we nog een keer verschillende statuten in. Er is een onderscheid tussen bepaalde mensen niet zozeer op de werkvloer, maar wel vooral dan naar de pensionering toe, naar het pensioen dat de mensen krijgen. Een oplossing die nu voorgesteld geweest is een tweede pensioenpijler. Waarbij dat de gemeente een soort pensioenverzekering afsluit voor hun contractuele personeelsleden. En daarmee hopen we eigenlijk op termijn het onderscheid, eigenlijk het verschil
het stuk de discriminatie tussen de statutaire en de contractuele personeelsleden op te lossen.